Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik ben heel erg vrolijk, want mijn paarse fluoriet skull die ik besteld had, is vandaag aangekomen. Veel vroeger dan ik had verwacht. Maar blijkbaar stond ze echt te springen om met mij samen te gaan werken. En dus heeft Katelijne al meteen die afstemming gedaan en heeft ze die al meteen naar mij toegestuurd. En oh, ik was echt zo, zo emotioneel toen ik het papiertje las dat ze erbij had gestoken van de afstemming met de informatie. Maar ook toen ik die prachtige skull in mijn handen hield, ik voelde zo een sterke connectie. En ja, van dankbaarheid, omdat ik zo, zo dankbaar was, omdat ik die sterke connectie voelde, werd ik even emotioneel. Dat is typisch mij. Ik kan echt snel tranen van geluk, van blijdschap, van dankbaarheid krijgen. Ik ben ook wel ja, heel, heel erg gevoelig. Maar ik was gewoon echt zo dankbaar. Ik zal ze even laten zien. Het is echt zo'n beauty. So, ja. Nu ik ze weer vast heb, voel ik ook heel erg veel rust naar mij toe komen. Het is echt prachtig. En ja, dus Katelijn heeft dan een afstemming gedaan voor mij. Voor deze informatie wat de drakengids... Dus bij veel van de drakenskulls en is er ook vaak een drakengids verbonden. En bij deze was er dus een heel duidelijk een vrouwelijke draak die naar voren kwam. Zij heeft zowel een connectie met de kosmos en de sterren, maar ook met het elfenrijk. En een tijdje terug was ik zelf aan het denken dat ik bij mezelf ook heel erg veel van mezelf herken. Zowel met de verbinding met de kosmos en de sterren, maar ook heel erg met de elfen, zoals dat jullie wel weten ondertussen. Dat Keltische in mij... Dat is echt dat elfen gedeelte van mij. En dan ja, de kosmos en de sterren, daar heb ik ook een heel sterke connectie mee. Ik heb ook heel graag gehoord dat het nacht is en dat ik graag naar de sterren kijk. Dat voelt voor mij zo vertrouwd aan de sterren. Dus ja, en ja, dat gaf Katelijn dan ook aan. En dat papier wat erbij stond, van hoe ze de afstemmingen zo wat gedaan, dat deze draagt dus zowel de sterrenkracht als de elfenkracht in zich draagt. En ik heb deze twee rijken verbonden. Dus onze energie is zowel hetzelfde. En daarom dat ze ook wel heel mooi gaan kunnen samenwerken met elkaar. Om ook voor het hoogste goed te dienen. Dus ook ja, healingen te doen en... Waarschijnlijk eerst meer aan mijn healing werken en zodat mijn frequentie wordt verhoogd, dat ik meer licht en liefde binnenkrijg, dat mijn gaven volledig worden opengezet. En dan is het de bedoeling dat ik ook wel echt iets voor de wereld natuurlijk ga doen. Ik wil ook heel graag in de natuur gaan werken, met sowieso met deze nieuwe prachtige draak. En met andere drakenspullen en skulls die ik in huis heb, die neem ik dan ook mee. Om liefde en healing en zo in de natuur te steken, naar moeder aarde te geven. Maar ook naar ja, andere mensen die er voor openstaan, die healing of, en zo nodig hebben. En ook ja, naar alles wat er naar healing daar gestuurd kan worden. Dat wil ik heel graag doen. Daar voel ik mij toe geroepen om echt heel erg veel liefde en healing de wereld in te sturen.
dat is echt wel mijn taak. En met de hulp van de draken gaat het dan nog eens extra goed, wordt het nog eens extra duidelijk. Dus ja, daar kijk ik heel erg naar uit om daarmee te gaan samenwerken. Ik heb ook bij Katelijne twee steentjes besteld. Dit noemt versteend hout. En het is versteend hout van de mammoetboom. En de mammoetboom die staat in Californië. Californië. En ja, dat is dus versteend hout van deze prachtige bomen. Het zijn ook echte, ja, heel erg krachtige, heel erg grote bomen. De grootste bomen ter wereld. En ook de oudste bomen ter wereld. En ja, ook zo'n prachtige energie daar ook vanaf. Ik ben daar zelf nog wel niet geweest. Maar zelfs op foto's van deze bomen kan je dat duidelijk voelen. En ook andere mensen die er wel ervaring mee hebben, die zeggen dat ze daar heel erg veel bij voelen. En dat die echt die kracht, die magie er echt van afstroomt. En ja, dat zijn echt wel de hoeders van de aarde, deze bomen. En dat versteend hout wat ik dan van hun heb, ik wil zo graag met de mammoetbomen ook in contact komen. En nu dankzij dit prachtige versteend hout van de mammoetboom ga ik hier wel mooi lichtwerk hiermee kunnen doen. Echt, ja, het is echt zo prachtig. Ik voel nu al, terwijl ik deze in mijn handen hou, worden ze al wat warmer. Dus voor mij is dat meestal wel een goed teken dat de energie al direct begint te werken. En ja, dat ik er heel mooi mee ga kunnen samenwerken. Om ook heel veel mooi lichtwerk te kunnen doen natuurlijk. Dus ja, ik ben heel erg happy. Heel erg enthousiast. En ik had jullie beloofd ook een video te maken van alles wat zo aankomt. Dus ook van deze nieuwe prachtige drakenskul. Van paarse fluoriet trouwens. En morgen krijg ik al meteen ook mijn drakenhealing. Dus dat ik dus een uur moet gaan platleggen. En me openstellen voor de draken. En dan zou ik van op afstand, door iemand van op afstand, via samenwerking met ook de draken, healing naar mij sturen. En achteraf krijg ik daar dan een verslag over van wat zij allemaal heeft gevoeld, gezien en ervaren tijdens deze healing. Daar ga ik natuurlijk ook nog eens een video over maken. Ik hou jullie van alles op de hoogte, vooral nu de drakenenergie, waar ik heel erg mee in contact kom, waar ik heel erg mee samenwerk. Dat vind ik ook wel belangrijk, zodat ik jullie ook wel inspiratie kan geven en zodat jullie ook wel te weten komen wat deze prachtige drakenenergie allemaal voor ons kan doen. Ik kan het echt iedereen aanraden om daarmee samen te werken. Dat is echt de moeite. En ja, zoals dat jullie zien, voel ik me ook heel erg vrolijk de laatste tijd. Dat heeft ook echt alles met de draken te maken. Zij doen superveel voor mij. Ze geven mij heel veel kracht. Ze geven mij onvoorwaardelijke liefde. Zij geven mij bescherming. Zij helpen mijn frequentie te verhogen. Zij helpen met het lichtwerk dat je wilt doen voor deze wereld. En natuurlijk voel ik ook heel erg veel dankbaarheid naar hun toe. Een heel erg sterke connectie. En ook heel veel onvoorwaardelijke liefde naar hen toe. Onze band is zo sterk. Ik heb echt zo'n sterke band met deze prachtige drakenenergieën. En hoe meer dat je daarvoor openstelt, hoe meer moois dat er op je pad komt. Dus dat wil ik nog graag even delen met jullie. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Of dat jullie toch op zijn minst geïnspireerd zijn door hetgene wat ik vertel. En dat jullie je ook zullen openen voor de prachtige drakenenergieën. Er komt zoveel moois bij kijken. Dus ja, ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En heel erg veel liefst van mij.